We hebben net de battle gehad van Chopper. Hoe vond je jouw performance van vandaag? Ik vond het... Ik had slechter verwacht door mijn voorbereiding. Maar ja, het ging wel goed, man. Het ging wel gewoon lekker, man. Ja, man. Je moest dan tegen Clint, die eigenlijk nog niet echt veel dingen heeft gedaan in Pancho. Dus misschien weinig info. Hoe heb je dat voorbereid? Ja, ik heb niet echt veel informatie, persoonlijke informatie over hem gevonden. Ik heb gewoon meer random gewoon bars geschreven, man. En natuurlijk ook wel dingen over zijn afkomst en zo. Hij heeft veel online staan, dus ja, lekker makkelijk, toch? En als je nu dan even zou moeten terugkijken naar de battle die net is geweest, wie heeft hem volgens jou gepakt? Ja, wie denk je? Ik natuurlijk. Ja, de winst gaat naar Chopper. Ja, natuurlijk, ja, sowieso. Okay. Ja, toch. Dan zijn we eigenlijk bijna bij het einde van de top 16. Hoeveel kans denk je dat je zelf maakt om daar terecht te komen? Kijk, ik zal straight zijn, kijk. Ik heb nu, het is mijn laatste jaar met Scorro, dan ben ik klaar. En al die boys hebben uitkering kunnen schrijven wanneer ze willen, snap je? Dus nou, als mijn score voorbij is, ik ga mensen kapot maken. Dat beloof ik. Okay, dus even je score afmaken, volgend seizoen kom je voor die kroon, zeg maar. Zeker, zeker. Ja, man. Okay, en staat er al iemand op jouw vizier? Dat is altijd die moeilijke vraag. Zoals altijd, iedereen is welkom, man. Altijd. Iedereen mag komen, ja, man. Iedereen mag komen. Oké, okay, is goed, maar je hoort het, iedereen. Ja, zelfs wie? Zelfs wie? Zelfs QC, Nadje, iedereen. Weet al die QC. Man, met 10 kop, broer. Oké, okay, nu spang. Iedereen mag komen. Chopper, bedankt. Till the next time, man. Okay.